Ja, goedemiddag meneer. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Dit is een Belgisch identiteitsbewijs. Mag ik vragen waar u woont? Ik woon in Maasmechelen. U woont in Maasmechelen. Ja. Dan mag ik u met ingang vanaf vandaag helaas geen toegang meer tot de koffieshop verstrekken. En dat heeft te maken met het feit dat de minister vanaf vandaag mij verplicht om nieuwe discriminerende maatregelen toe te passen. En dat betekent dus dat iedereen die in Nederland woont mag er nog in. Maar iedereen die niet in Nederland woont, die mag niet meer in de koffieshop komen. Ik dacht dat alleen gold voor mensen wat overlast veroorzaakt. U heeft in principe gelijk. Dat wil zeggen, het geldt voor iedereen die niet in Nederland woont. Maar wat u misschien bedoelt te zeggen is, het zou voor moeten gelden voor iedereen die overlast veroorzaakt. Ja. En dat ben ik met u eens, maar helaas is dat niet de realiteit. En ik mag u zelfs niet eens voor een kop koffie of iets naar binnen laten, dus helaas. Dat is jammer, want het is hier een goede kopse koffie van de Maastricht. En ik mag hopen de lekkerste. Ja, de lekkerste. Wat je kunt doen is naar het politiebureau toe gaan. En daar een klacht tegen mij indienen, gebaseerd op discriminatie, omdat ik je niet meer toegang hier geef. Dat is het enige waar ik je nog mee kan helpen. Voor de rest, dat ga ik zeker doen. Ja? Oké, okay, mijn excuses. Ik ben er niet blij mee, ik ben er niet trots op, maar het is niet anders. Sterkte. Ja, dankjewel. Dat zal lukken. Dat zal lukken. We hebben het nodig in ieder geval. Hopelijk tot ooit nog een keer. Ik hoop het ook. De rechter gaat een beslissing nemen, dus ik denk wel dat... Laten we hopen dat het de juiste is. Laten we dat hopen. Oké. Okay. Bedankt. Hoi. Hoi, dankjewel. Hoi. Oké. Okay.